Er is een interruptie voor u, gaat uw gang. Ja, mevrouw Schutwelzijn van VVD zegt dat het leven in Marokko goedkoper is. Dat is iets goedkoper dan Nederland, blijkt. Maar in het leven in Polen, maar ook in Spanje, is iets goedkoper dan in Nederland. Gaat u dan ook een voorstel indienen om daar de uitkeringen en de kinderbijslag af te pakken? Tweede punt is, u zegt het geld wat de Nederlanders opbrengen gaat naar Marokko. Nee, het geld waar deze mensen, waar de vaders en moeders en opa's voor hebben gewerkt, de premies, ja, die mensen hebben mede Nederland opgebouwd. Ze hebben recht opgebouwd, dat recht krijgen ze. Dus ze krijgen niet iets wat van u is, ze krijgen iets wat van hen is.